met de familie in de meid, schuring door de trebbels. En met de kerst door de zand, en met de lamp in de pijn, door die eindeloze nacht. En dan moet ik niet denken aan mijn vrouw die op de wacht. Is die weer goedgekeurd, meneer? Ja, weet ik niet. Ik dacht het wel, hè. Ja, perfect. Okay. Maakt u er veel gebruik van? Elke dag. Ja, ja, niet buiten. Dus ik ben bijna blij. Ja. U bent de keurmeester van de rollators? Ja, vandaag wel. Waar let u nou precies op? Eigenlijk alles. Alles van gassen, of er die slijtage is, de bandjes goed, de lagen goed. De remmen uiteraard goed zijn, dat is heel belangrijk. En de boring. Ja. Moet niet weg, als de mensen gaan zitten, dan moet je niet weg zitten. Ja, waar gaat het vaak stuk met zo'n rollator? Nou, vaak de kabels. Dat breekt af. Ja. De lagers, die zijn nog wel eens versleten. Ja. Afstelling van de remmen. Ja. Nee, die rem je mee. Dat wil nog wel eens te zwak zijn. Ja. Dus dan kun je hem hier bijstellen. Of hier volgen. Ja. Moet u nou ook wel eens een rollator afkeuren? Ja, helaas wel. En dan? Mag je niet mee naar buiten? Ja, nee. Dat moeten de mensen zelf weten. Daar ga ik niet over. Ja, het idee is eigenlijk bedacht omdat we waren eigenlijk met elkaar aan het overleggen van wat onderwerp zullen we doen. Mm-hmm. En toen kwamen we dat op dit onderwerp, omdat wij best wel vaak tegenkomen op ons werk, dat rollators niet goed zijn. Wat is er mis mee dan? Nou, heel vaak zijn het remmen die niet goed zijn, wielen die misschien wat vastlopen, wat slippen. Met name die dingen, afstelling wat niet goed is voor mensen, dat mensen heel krom achterlopen. Ja. Dus best wel veel gebreken, waardoor mensen toch wel gevaar lopen, of in ieder geval slecht is voor hun. Het is eigenlijk net een auto, hè? Ja, klopt. Ja, okay. Dat betreft wel, ja, auto hebben elk jaar een APK. En rollators wordt heel vaak niet naar gekeken of onvoldoende. Banden zijn soms leeg en die worden ook niet op tijd opgepompt, met name dan van rolstoelen inderdaad. Hm. Dus zo zijn we opgekomen. Ik denk, laten we daar een onderwerp van doen en laten we daar die opdracht van doen. Is die weer goedgekeurd, mevrouw? Doet hij het weer? Goedgekeurd. Gefeliciteerd. Op de rem iets. Oh. Misschien iets aan. Oké, okay. Maar voor de rest niks? En nou aan de geld. Echt niet. Dat is een evenement, dat is kampen.